Goedemiddag. In Antwerpen vallen een dode en 17 gewonden bij een ongeluk met een minibus. De bestuurder heeft het niet overleefd. De Russische president Poetin heeft een verrassingsbezoek gebracht aan de bezette Oekraïnse stad Mariupol. En in het voetbal spelen Standaar en Zulte Waregem 2-2 gelijk. Het was 3:30 vannacht ongeveer toen in Antwerpen een minibus met hoge snelheid tegen een paal botste. Dat gebeurde aan de Kolonel Silvertopstraat. De bus had net ervoor blijkbaar een lichte botsing gehad met een auto en die auto achtervolgde daarop de bus. Dan kwam er dus die crash tegen een paal. Fataal werd die voor de buschauffeur, een man van 67. Zijn passagiers zijn allemaal gewond geraakt. De omgeving rond de Sint-Bernardse Steenweg en de Kolonel Silvertopstraat wordt een tijd lang afgesloten voor alle verkeer na het ongeval. De hulpdiensten treffen ter plaatse een ravage aan. Getuigen hebben vannacht gezien dat die minibus toch wellicht met een aanzienlijke snelheid over de Sint-Bernardse Steenweg is gereden en dan is hij rechts afgedraaid. En vermoedelijk heeft de bestuurder van die minibus de controle over het stuur verloren, is dan tegen een paal beland en ja, de minibus is op de zijkant beland. De chauffeur van 67 sterft ter plaatse. Alle 16 passagiers raken gewond, 1 tiener zelfs zwaar gewond. Opmerkelijk, voor de dodelijke crash veroorzaakt de buschauffeur eerder op zijn route al een lichte aanrijding, maar hij stopt niet. De bestuurder van dat geraakte voertuig heeft een van onze interventieteams aangesproken. We wilden die bus eigenlijk doen stoppen, maar ja, eens de ploeg op het kruispunt was aangekomen, was het ongeval al gebeurd. De bestuurder van het eerste ongeval wordt samen met de passagiers van de minibus overgebracht naar het ziekenhuis. Het medisch interventieplan wordt afgekondigd. De inzittenden, dat zijn hoofdzakelijk Britten en van de Joodse gemeenschap. En net omwille daarvan heeft ook de Antwerpse Joodse gemeenschap hun medische diensten ter plaatse gestuurd, Hadzolo. En zij hebben eigenlijk de link gelegd tussen de politie en ja, de Joodse gemeenschap in Groot-Brittannië en ook met de families die daar zochten naar meer informatie. Hoe de twee ongevallen zijn kunnen gebeuren, wordt momenteel verder onderzocht. Mogelijk is er sprake van te hoge snelheid. In Mechelen is er vannacht opnieuw een aanslag gepleegd. Rond 1 uur was er een explosie bij een woning aan de Zwartzustersberg. De daders hadden een springtuig met een batterij verbonden en die lieten ze dan om de hoek ontploffen. Er is niemand gewond geraakt, maar blijkbaar is er wel veel schade. Het is in Mechelen ondertussen al de 4e aanslag in enkele weken tijd. En zoals bij de vorige aanslagen is er vermoedelijk een verband met het drugsmilieu. Op dit moment zijn er inderdaad nog altijd een 8-tal mensen die hier graag zouden komen werken. Maar omdat ik op dit moment jammer genoeg geen vacature heb. Ja, je komt het niet vaak tegen binnen de zorgsector. Een plaats waar ze meer kandidaten hebben dan jobs in de aanbieding. Zuiderlicht heeft die luxe wel. Het is een plek in Mariakerke waar mensen met mentale handicap of dementie verblijven. Interessant om eens op in te zoomen op deze dag van de zorg, want het is waarschijnlijk omdat de medewerkers bij Zuiderlicht heel autonoom mogen werken. Ah, goedemorgen. Welkom in het Zuiderlicht. De receptie is de zondag gesloten. Maar Ina neemt de rol van receptioniste graag over. Iedereen doet hier allerlei taken. Zo is er Florida. Ze werkt als schoonmaakster, maar maakt graag tijd voor de bewoners. Soms blijf ik met bewoners praten. Zo. Ik vind dat een leuk job. Ja. We gaan veel met de persoon zelf om. Persoonsgericht. En dat vindt ook niet veel woonzorgcentra. Dat is zo... Oh, een beetje een eenheidsworsten. Mm-hmm. Maar hier worden echt persoonlijk begeleid ook. Ik moet uw bloeddruk nog meten vandaag. Ah ja. Dat hebben we nog niet gedaan, hè? Hoe is het met u? Vrij goed, redelijk. Dit woonzorgcentrum heeft een wachtlijst voor bewoners en personeelsleden. Want wie hier werkt, bepaalt zijn eigen dienstrooster met mogelijk wat aanpassingen. Op dagen waar we met te veel volk zouden staan, gaat er bijvoorbeeld niet van ons verwacht worden van ah ja, nu kunnen bijvoorbeeld alle rolstoelen een keer afgewassen worden. Nee, dan gaan wij die tijd besteden aan onze bewoners en gaan wij bijvoorbeeld een activiteit buitenshuis doen. In het begin werk ik bank. Ik steek dat nu weg, omdat ik ook nog in een rusthuis gewerkt heb.
heb. Ah ja. En dan heb ik dat gezien, hoe dat er allemaal ging en hoe dat ze met de mensen omgingen en al. Maar hier is 100 keer het verschil bij dat ik gezien heb. Concreet zeg ik altijd, 80% doet de taak waar dat je voor aangeworven bent en 20% ja, doet eigenlijk zaken die dat iedereen kan doen. Dus de verpleegkunde kan even goed animatie doen als zij daar dat zelf zien zitten. En dus wil veel volk hier werken, zonder financiële extraatjes, maar wel met een cadeautje voor de dag van de zorg. En over jobaanbod gesproken, er zijn nog nooit zoveel mensen aan het werk geweest in ons land als nu. De werkgelegenheidsgraad is tot voorbij de 72% gestegen. Cijfers zijn dat van minister van Werk Dermagne van eind vorig jaar. 2 jaar geleden, ter vergelijking, zaten we nog net onder de 70%. En het doel is om tegen 2030 80% van de bevolking op beroepsactieve leeftijd aan de slag te krijgen. Nog een werkpunt is om mensen langer aan het werk te houden. In dat verband wil minister Van den Broeke dat de federale regering, waarin hij vicepremier is, snel beslist over de invoering van een zogenoemde pensioenbonus. Wie langer blijft werken en dus later met pensioen gaat, die moet daarvoor financieel beloond worden, zei Van den Broeke in De Zevende Dag. Maar de discussie over de pensioenhervorming sleept al lang aan, omdat er meningsverschillen zijn over de kostprijs en de gevolgen voor de begroting. Ik ben nu 10 jaar bijna op die nagel aan het kloppen en ik zou willen dat die nagel eindelijk eens door het hout gaat. Hè. 10 jaar klop ik op die nagel. Hè. We zijn een van de weinige landen in de wereld waar het feit dat je de opname, als je je opname van pensioen een beetje uitstelt, dat je er niet voor beloond wordt. Dus we moeten mensen daarvoor belonen. Dat is de pensioenbonus. Die moet er echt komen, nu. Want het is nu dat we tekorten hebben op arbeidsmarkten. Alle ogen van de financiële wereld zijn vandaag gericht op Zwitserland, waar ze een oplossing moeten zien te vinden voor Credit Suisse, de bank in nood. Die oplossing die moet er zijn voor de financiële markten morgen vroeg weer opengaan. Anders dreigt de op één na grootste bank van Zwitserland over de kop te gaan en zou ze andere banken wel eens kunnen meesleuren. Het plan is momenteel dat UBS, de grootste Zwitserse bank, Credit Suisse zou overnemen. Maar dat is nog niet rond, onder andere omdat UBS een aantal garanties eist van de overheid. De Russische president Vladimir Poetin heeft Mariupol bezocht. Een bezoek dat niet was aangekondigd. Een gevoelig bezoek ook, want de havenstad in het zuiden van Oekraïne wordt sinds mei vorig jaar bezet door Russische troepen nadat de stad grotendeel in puin was geschoten. Het is de eerste keer dat Poetin verschijnt in recent bezet Oekraïns gebied. Met een legerhelikopter landt Poetin 's avonds laat op de grotendeels vernielde luchthaven van Mariupol. Daarna kruipt hij zelf achter het stuur, naast de vicepremier verantwoordelijk voor regionale ontwikkeling. We gaan reconstrueren. We planeren dat het een volledig aeroport wordt, met de mogelijkheid om in alle steden van Rusland en daarbuiten te vliegen. Wanneer? We stellen het op 25 jaar. Mariupol ligt nog altijd grotendeels in puin. Maar Poetin rijdt naar een nieuwe woonwijk waar mooie appartementsblokken zijn gebouwd. De mensen leven. Mensen leven heel actief. We hebben het met de meubel gedaan. De mensen zijn allemaal met de meubel. De vicepremier moet laten zien dat er veel geïnvesteerd wordt in Mariupol. En beweert dat niet Rusland verantwoordelijk is voor de grootschalige verwoesting. Heel duidelijk is wat ze doen. Daar waar we наступали, с нашей стороны, ударов. Het propagandabezoek toont ook verbouwereerde bewoners die naar eigen zeggen Poetin hier niet hadden verwacht. Мы только по телевизору вас столько раз видели. Ну, ничего, так надо же начинать знакомиться поближе. Мы за вам смолимся. Мы дождались. Очень ждали. Это маленький кусочек рая. Het is de eerste keer dat Poetin zich in de nieuwe bezette gebieden vertoont. Hoewel het hoofdzakelijk zijn troepen waren die Mariupol tot één grote ruïne hebben gebombardeerd en vele duizenden doden hebben gemaakt,
wil Poetin nu laten zien dat hij de inwoners niet vergeten is. Morgen is er in het Franse parlement een vertrouwensstemming. Een belangrijk moment voor de regering van president Macron. En de spanning blijft ook op de straat groot. In Parijs waren er gisteravond alweer rellen, deze keer in de buurt van Place de l'Italie. Opnieuw staken betogers boos over de pensioenhervorming vuilnisbakken in brand en vernielden ze straatmeubilair. De politie antwoordde met traangas en wapenstokken en arresteerde zeker 80 mensen. In Zuidelijk Afrika zijn nu al meer dan 500 doden geteld door de tropische storm Freddy. Vooral Malawi heeft het zwaar te verduren. Oogsten daar zijn vernield. Tienduizenden mensen zijn dakloos door modderlawines en overstromingen. En met zoveel vuil water wordt nu ook gevreesd voor cholera en andere ziektes. De reddingswerken gaan moeizaam. So the warehouses which have been demolished and people are said to have been buried in the mud. So the number is really big. In Israël is alweer massaal geprotesteerd tegen de omstreden juridische hervormingen van de uiterst rechtse regering. Zo wil premier Netanyahu het parlement de macht geven om beslissingen van het Hoge Rechtshof naast zich neer te leggen. Een bedreiging voor de democratie, zeggen de manifestanten. In Ecuador, Zuid-Amerika zijn we dan, zijn zeker 14 mensen om het leven gekomen bij een zware aardbeving. De schok met epicentrum in de buurt van de stad Balao had een kracht van 6,8. Ook het noorden van buurland Peru is getroffen. Daar is één dodelijk slachtoffer. Rond het middaguur lokale tijd beefde de aarde in het zuidwesten van Ecuador. Bezoekers van een supermarkt van Guayaquil liepen in paniek naar buiten. Een tafereel dat zich in heel de regio afspeelde. Op verschillende plaatsen zijn gebouwen ingestort of beschadigd. In de stad Machala snelden hulpverleners naar een woonhuis dat zo goed als volledig ingestort is. Voor enkele bewoners kon er geen hulp meer baten. Vlakbij Machala, aan het kustplaatsje Puerto Bolívar, is een pier ingestort. Het museumgebouw staat er nu zo goed als volledig onder water. Net als enkele huizen in de buurt. Arme mensen lijken de grootste slachtoffers te zijn. Su familia quedó aplastada con el agua llena. Perdió cinco familias. Somos personas pobres, humildes, que tenemos una casita al sudor de nosotros la hemos hecho, aunque sea en el agüita. 7 jaar geleden vielen er in Ecuador 600 doden bij een zware aardbeving. Dus ik ben lid van de gezellige bende. Dat zijn 4 vriendinnen eigenlijk. En 2 daarvan hebben het kanker gehad, waaronder ik zelf. Dat is ondertussen 2 jaar geleden. En wij zijn hier om geld in te zamelen, zodat er leuke initiatieven kunnen georganiseerd blijven vanuit Comité Kanker voor mensen die ziek zijn. In Deinze hebben meer dan 2000 deelnemers zich gewaagd aan 100 kilometer lopen tegen kanker. Niet elk apart, ze legden de afstand telkens met z'n vieren af. En al die teams brachten ook geld mee naar de start. Het evenement heeft meer dan 1,3 miljoen euro opgebracht voor de strijd tegen kanker. Het totale bedrag is 1.335.000 euro. Nog voor er 1 centimeter is gelopen, is het al duidelijk dat deze 5e editie van de 100 kilometer van Kom op tegen kanker een enorm succes is. En dat dankzij de ruim 530 loopteams die allemaal hun motivatie hebben om hun beste beentje voor te zetten. Nu doe ik het voor mama, omdat die in juli 2021
terminale kanker vastgesteld gekregen heeft. Ja, inderdaad. Dat is voor ons niet zo heel gemakkelijk. Maar het initiatief kwam van mijn kinderen om dan samen met ons, met heel het gezin, dus ik samen met mijn drie kinderen, deze 100 kilometer rond te doen. Ik heb zelf borstkanker gehad 2 jaar geleden en ik ben gelukkig dat ik hier al vandaag terug mag zijn en dat ik mag meelopen. Ja. En weg zijn ze, de eerste lopers voor hun 40 kilometer. Luid aangemoedigd door onder meer Frank de Boteren, die morgen als weerman stopt, maar nog lang niet voor Comon tegen kanker. Nee, natuurlijk stopt hij het niet. Nee, we blijven doorgaan zolang ze mij kunnen gebruiken. Ja, het goede doel, het is fantastisch. Hij stopt niet voor ons. Wij hebben een ander contract kunnen maken met hem, namelijk vrijwillig, voor eeuwig en één dag. 0,0 vergoeding. Intussen gaan de lopers er stevig tegenaan. Elke 10 kilometer komt er een teamlid bij. De 40-kilometer loper krijgt het gezelschap van de 30-kilometer loper, gevolgd door de 20- en de 10-kilometer loper. 100 kilometer in totaal. Allemaal gooien ze zich in de strijd tegen kanker. We hebben 8 teams, dus 20.500. En in de 30 euro verzameld samen. Ja, heel veel. Maar nooit gedacht dat dat ging lukken, maar het is gelukt. 2 op 3. Haalt het wel, 1 op 3 niet. Er zijn 40.000 mensen per jaar die getroffen worden door kanker. Mensen blijven daar vechten, samen met ons vechten. Solidair zijn, mensen ondersteunen en maken dat we onze droom kunnen realiseren. Op een dag zullen we kanker verslaan. Dat is een hele mooie droom. Katrien, 100 kilometer lopen tegen kanker brengt ons naadloos bij jou. Ja. Maar jij begint met voetbal. Dus ja, we beginnen op Sclès Saint-Goedele. Standaard en Zulte Waregem hebben daar de punten gedeeld. Standaard is met het gelijkspel weer een beetje verder van de Champions Playoffs verwijderd. Voor Zulte Waregem en zijn nieuwe trainer Frederik Dollander is het punt een opsteker. Bij de rust leidde Standaard met 2-0, maar het liet SCV in de tweede helft weer helemaal in de wedstrijd komen. Zulte Waregem scoorde nog 2 keer in het slotkwartier. De nieuwe trainer Frederik Dollander moet Zulte Waregem aan punten helpen. Maar Standaard kan die ook gebruiken. Zulte Waregem van bij het begin onder druk en rond het kwartier leidt dat tot de 1-0 van Fossi. Mooie goal en een spectaculaire manier om dat te vieren. Standaard blijft daarna baas en 5 minuten voor de rust mag Dusen vrijstaand binnenkoppen. 2-0. Standaard op weg naar een vlotte zege, zo lijkt het. Maar de Roesjes zijn daar iets te gerust in. En een kwartier voor tijd is het raak voor de bezoekers dankzij Fadira. Gaat voorgeven voor het schot en die gaat erin. Die gaat erin. Het zijn om er nu helemaal voor te gaan bij Zulte Waregem. 10 minuten later zorgt een doer voor de 2-2. En in de allerlaatste minuut laat Gano zelfs de 2-3 nog liggen. 1 punt voor Zulte Waregem, maar vooral ook een mentale opsteker. Zulte Waregem blijft 17e. Het staat op 3 punten van een veilige plaats. Het heeft nu, net als nummer 16, Oostende, 24 punten. Oostende verloor gisteren tegen Westerlo. En de Rode Lantaarn Serrain leed ook een nederlaag op het veld van STVV. Standaard deed een slechte zaak met het oog op de Champions Playoffs. Het volgt op 3 punten van de 4e plaats en het heeft 2 punten minder dan Gent en Westerlo. Gent speelt vanavond nog tegen Eupen. In de Verenigde Staten heeft Dante Van Zijer zijn eerste doelpunt gemaakt voor zijn nieuwe club, New York Red Bulls. Het was meteen ook de winning goal. Van Zijer zorgde tegen Columbus Crew 5 minuten voor afluiten voor de 2-1. Van Zijer begint net als in zijn vorige wedstrijden op de bank. Hij staat 10 minuten op het veld wanneer hij een voorzetknap in 1 tijd op de voet neemt en scoort. De voormalige spits van Union krijgt voorlopig nog vrij weinig speeltijd, ook al scoort New York moeilijk. Dit is mogelijk een extra argument richting een basisplaats. Een mooie goal en de 3 punten. New York staat na 4 speeldagen op de 10e plaats in het klassement van het Oosten. En dan handbal met een nieuwe titel voor Bocholt. De Limburgers zijn voor de 6e keer kampioen in de grensoverschrijdende Beneliek. In een heruitgave van de finale van vorig jaar versloeg Bocholt de Nederlandse titelverdediger Cambit Lions uit Sittard met 37-30. Na een teleurstellend WK en uitschakeling in de voorrondes van het EK is dit een mooi succes voor het handbal in België.
Zo zag de kleedkamer van Bocholt eruit om 10 uur gisteravond. Het contrast met 3 uur eerder kan niet groter zijn. Toen heersten er vlak voor de finale van de Benelux opperste concentratie. Dat blijft op zich de mooiste prijs, vind ik. Het is jammer dat hij al zo vroeg op het seizoen ligt. Maar dat is wel de allerhoogste prijs die je kunt halen bij ons. Dus ik ben wel gebeten. Ja. Bocholt won de afgelopen 5 seizoenen 4 keer de Benelux. Ze zijn dus favoriet tegen de Cambit Lions uit Sittard, maar die verdedigen wel hun titel. Als we gewoon ons eigen spel spelen, weet ik zeker dat we dit gaan winnen. Daar moet je ook vertrouwen in hebben, dat heb ik zeker. Maar met de steun van het thuispubliek walst Bocholt over de Nederlanders. Het is een heel trefzekere Serge Sporen die Bocholt bij de rust naar 18-12 loodst. Het doet de topaanvaller deugd na een teleurstellend WK waarin hij amper mocht spelen. Voor mij was het mentaal heel erg lastig na het WK. Ik had even echt moeilijke weken. Ik vond het spelletje echt niet meer leuk. Het zijn zware maanden geweest. Ook na de rust kon Bocholt niet meer in de problemen. Ze winnen uiteindelijk oververdiend met 37-30. Bocholt is al voor de 6e keer de beste handbalploeg van de Lage Landen. Zalig, hè? Dat went nooit. Hè? Het is gewoon een prachtige overwinning voor een eigen Damburg. Alle ingrediënten waren er voor een topavond. En het is gewoon extra hard genieten nu. Tot slot, de terugkeer van een nieuwe held. Ultraloper Karel Sabbe is weer in België. Hij landde vanmorgen op Zaventem. Sabbe komt terug van de Amerikaanse staat Tennessee, waar hij de Barkley Marathons heeft uitgelopen. Een van de zwaarste loopwedstrijden ter wereld. Samen met begeleider Joren komt Karel Sabbe aan in de luchthaven. Zijn vrouw Emma wacht hem daar op. Vanmiddag volgt er nog een feestelijke ontvangst met familie en vrienden bij zijn schoonouders in het West-Vlaamse Vechten. De wedstrijd heeft er fysiek zwaar ingehakt bij Sabbe. Zijn voeten zijn zo opgezwollen dat schoenen aandoen voorlopig niet lukt. De Barkley Marathons is dan ook loodzwaar. 160 kilometer afleggen in 60 uur tijd met 18.000 hoogtemeters. Dat doet wat met de mens. Fysiek voel ik mij nog altijd volledig geradbraakt. Overal waar ik mijn hoofd eventjes leg, val ik in slaap. Maar ik voel me heel voldaan natuurlijk. Ja, ik krijg van wereldwijd felicitaties van onverwachte hoeken en van verwachte hoeken. En het is echt het is fenomenaal. Ja. Ja, het heeft echt geleefd in België. Ja, iedereen kent jou nu. Hè? Ja. Het was hier ik ben geland hier nog maar in Amsterdam en dan in Brussel. En al direct mensen die mij aanspreken en mij feliciteren. Het was daarnet zelfs Denek Stibar die mij feliciteerde en die een selfie vroeg. Blijkbaar heeft het wel geleefd in België. Ja. Ja, en of het heeft geleefd, die uitzonderlijke prestatie van Karel Sabbe. We hebben een held op flip-flops. Dank je wel, Katrien. En ik heb nog een sportief primeurtje, want binnenkort kan je in Vlaanderen een opleiding skimonitor volgen in het secundair onderwijs. In het VTI in Oostende kunnen leerlingen vanaf volgend schooljaar als extra optie lessen volgen om het brevet van skileraar te halen. Maar om te mogen starten moeten ze vandaag slagen in een toelatingsproef op de indoor skipiste van Comen. In ons Journaal van 7 vertellen we meer over die unieke opleiding op Latte. En voor deze middag zijn we helemaal door het nieuwsaanbod heen geslalomd. Bedankt voor het kijken. Heel graag tot straks. Getuigen hebben vannacht gezien dat die minibus toch wellicht met een aanzienlijke snelheid over de Sint-Bernardensteenweg is gereden en dan is hij rechts afgedraaid. En vermoedelijk heeft de bestuurder van die minibus de controle over het stuur verloren, is dan tegen een paal beland en de minibus is op de zijkant beland.